heuveltjes met een mooie eindsprint, een hoog tempo. De baan over, ook Kenos dicht op achterop. Ja, dit wordt een toffe A-finale als ik dit zo zie. Ja, dit belooft weer veel goeds voor vanmiddag. Ondertussen zien we ook dat de tweede voorwedstrijd is gestart van het lichte heren gevorderde dubbel 2-veld. Waar het lijkt dat alsof Triton hier echt duidelijk aan de leiding gaat. En de rest achter zich gaat, waar het wel dichter bij elkaar ligt. Nou, en hoe, Lucas, die 4 kilometer baan die ze daar in Utrecht hebben, die moet wel flink wat golven hebben als Triton met zo'n voorsprong binnen 500 meter alvast de eerste plek kan bemachtigen. Ja, dit zal natuurlijk voor veel verenigingen met wat vlakker, wat beschutter roeiwater, zal het misschien een schok zijn. Maar ze zien hier dat de mensen uit Utrecht hier toch wel verdomd goed mee omgaan. En hier een goede voorwedstrijd neerzetten.